Ons lichaam bestaat uit 206 botten, we hadden het er al over, die we in principe allemaal zouden kunnen breken. In de studio is Afsar Amir, chirurg botbreuken, verbonden aan de MC Zuiderzee ziekenhuis. Persoonlijk heb ik helemaal geen ervaring met botbreuken. Niet. En jij ook niet, nee. Rob. We hebben nog nooit iets gebroken. Wat is eigenlijk een botbreuk? Nou, een botbreuk is eigenlijk een onderbreking van het stukje stevige orgaan in je ledematen of in je lichaam. En ja, dat is op verschillende niveaus. Dan bot is in verschillende compartimenten verdeeld. Maar het is in feite een onderbreking van een stugge structuur. Alsof je een stokje breekt. Alsof je een stokje breekt. Ja. Wat zijn de meest voorkomende botbreuken? Dat hangt een beetje af van welke leeftijdscategorie je bekijkt. Hè. Je, bijvoorbeeld bij kinderen zie je merendeel polsen die gebroken zijn of elleboogletsels. En bij ouderen zie je dat met name de heupen en de polsen gebroken zijn. Dus echt leeftijdsgebonden. Ja, er zijn heel veel verschillende botbreuken, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Kunnen ze een paar noemen? Nou ja, polsbreuken, heupen, of bedoel je echt de type breuk? Ja, nou ja, ik bedoel, je hebt een open botbreuk en je hebt een gesloten botbreuk. Er zijn heel veel types botbreuken. Ja, dat klopt. Er zijn bepaalde klassificaties. Het is heel ingewikkelde klassificaties. Maar een van de belangrijkste onderscheid die je kan maken is inderdaad of een breuk gesloten is of open is. Maar ook of het bij het gewricht zit. Of halverwege het bot zit. En als het in het gewricht zit, hoe complex is het? Want een gewricht is natuurlijk het bewegend stukje tussen twee verbindende delen van het lichaam. En als dat gewricht ernstig beschadigd is, dan zit kraakbeen, ligamenten erin. En als die beschadigd is, dan is de prognose voor herstel is natuurlijk minder. Je kan functiebeperking dan overhouden. Dus inderdaad, afhankelijk van waar het zit ter plaatse van het ledemaat, heb je verschillende type breuken. En daarin heb je ook verschillende onderverdelen. Als een bot alleen maar gebroken is in de lengte of in het dwars, of het is in meerdere stukken gebroken, het is comminutief zoals wij dat noemen, dat heeft implicaties voor de behandeling. Jij bent natuurlijk, je hebt erin gespecialiseerd. Voor welke botbreuk kan ik jou nou 's nachts wakker maken als je zegt van ja, daar ga ik wat mee doen? Nou, je moet er wat aan doen. Je hoeft niet per se. Maar je zegt, het moet toch een uitdaging ook voor je zijn, neem ik aan, af en toe, of niet? Nou, een hele complexe breuk van het gewricht. En van de grote botten dan, je bovenbeen, je onderbeen. Dat is wel een uitdaging om het te herstellen. En ik neem aan dat het fijn is dat het dan ook eventueel lukt. Nou, het geeft je wel inderdaad enorm veel voldoening als je, ik noem het altijd reconstructieve chirurgie, noem ik dat. Of als iets helemaal uit elkaar ligt en je kan het weer mooi maken. En dat geeft voor ons wel inderdaad een voldoening. Mm-hmm. En dan kijk je inderdaad voldaan naar van, nou, dit is wel gelukt. Ik had het niet verwacht, maar een enorme klus en we hebben het toch wel gelapt. Dat is eigenlijk de uitdaging. Ja, is het zo dat, dat denk ik altijd, dat de meeste botbreuken allemaal in het weekend gebeuren met sporten? Ja, de pieken zijn inderdaad hoger in de weekend, dat klopt. Ja, dus u bent altijd in het weekend aan het werk? Dat wisselt. Ik heb niet natuurlijk altijd dienst, maar inderdaad is het zo. Hè, we hebben de aandachtsgebieden wat onderverdeeld in de vakgroep. Als er daar wat moeilijkere fracturen zijn, dan word ik natuurlijk wat ook makkelijker geconsulteerd van, kun je koffer meehelpen? Dat voel ik ook wel weer, ook mijn taak in de groep. En het is wat, de traumachirurg heeft het gemiddeld wel wat drukker in de diensten, dat klopt. Ja, jij had het dan net, Bas, over de sport en zo. Maar er valt jou iets op in, want je bent veel werkzaam in Lelystad. Er valt jou iets op in Lelystad? Ja, ik ben hier een maand of 4 geleden begonnen. Ik heb al 20 jaar als chirurg gewerkt. Ik heb in Purmerend en in Hoorn gewerkt. En wat mij opviel, ik kwam hier binnen en in korte tijd zag ik heel veel letsels bij kinderen op de fiets. En die komen dan met hun fiets tussen de spaken, of sorry, met hun been tussen de spaken als ze achterop zitten bij iemand. En opvallend veel. Ik denk dat misschien wel 4-5-voudig veel heb gezien hier in Lelystad. En ik heb me een beetje suf gepiekerd, waar zal dat nou doorkomen? Ik heb ook een beetje in de omgeving gevraagd, wat is het jullie ook opgevallen? Nou, zij zien dat, voor hun is het normaal, maar ik kom van elders en van, hé, wat is dit nou weer? En de letselen zijn vrij ernstig. Ja, wat voor letselen heb je? Nou, de kinderen die hebben wekendelen letselen, de huid en de spieren zijn stuk, de ligamenten zijn stuk, maar ook het been is gewoon gebroken. En dat komt dan om, ik denk dat het voornamelijk komt omdat de mooie regio's hier veel gefietst wordt.
En ik denk dat preventieve maatregelen daar een beetje ontbreken. Ik denk zo'n jas beschermen bijvoorbeeld, dat is heel essentieel. Dat kunnen kinderen niet met hun voeten tussen de spaken komen. Maar ik denk ook dat de kindersitjes misschien niet te vaak of juist gebruikt worden. Die moet de benen van de kinderen voetjes klikken. Vastzetten met een bandje. De juiste kindersitjes, dat zijn allemaal keurmerken. Die daarmee kun je de voetjes van die kinderen ook fixeren in die beugels. Ja. En ik denk dat dat misschien niet adequaat gebruikt wordt. Maar het is echt, ik heb in korte tijd denk misschien wat 25 stuks gezien. Nou, dat vind ik opvallend veel. En dat geeft natuurlijk leed. Bij de ouders, die voelen zich heel erg schuldig. Ja. En ja, dat zie je aan de ouders, die zijn echt gewoon aangeslagen. Dus eigenlijk een oproep aan de fietsenmakers, de scholen, alle moeders die met de kinderen naar school toe gaan. Ja. Alsjeblieft, let op. Ja. Ik denk dat de grootste taak inderdaad ligt bij de fietsenmakers, die dat gewoon echt aandacht voor moeten hebben. Van mevrouw, ik zou u dat aanraden om dat te doen. Wat kost nou een jasbeschermer? Niet zoveel, denk ik. Misschien een paar tientjes. Maar de leed die je daarmee voorkomt, is toch erg groot. Ja. Even wat anders. Want dit zijn de normale botbreuken waar we ze allemaal voor kennen. Van de voetbalwedstrijd. Of je komt met je benen tussen de spaken. Maar je hebt ook pathologische factoren. Dus botbreuken die door een ziekte veroorzaakt zijn. Ja, dus. Kunnen we er wat meer over vertellen? Ja, is dat alleen bij ouderen of komt het vaker voor? Nee, dat gelukkig zien we het niet zo vaak. Maar je ziet het de meest voorkomende pathologische fractuur. Dus het is een niet een trauma voorgaan, maar een aandoening, een ziekte. En dat zie je vaker bij uitgezaaide kwaadaardige afwijkingen. En er zijn bepaalde types tumoren die dat wat meer bij mannen ziet. Met name bij prostaatkanker zie je dat meer. Longtumoren geven ook botuitzaaiingen. Dus bepaalde type tumoren die hebben wat meer de neiging om uit te zijn. Dan met name naar de grote botten zoals je bovenbeen en je armen. En deel naar kunt u daar wat mee of is het alleen maar preventie? Nee, daar kan je zeker wat mee. Als mensen daarmee komen en een bot is gebroken, dan kunnen wij dat fixeren en daar wat defect in zit, dat kunnen we dan opvullen met botsement. En dan moet het aansluiten ook bestraald worden. Dus je kunt het zeker behandelen. Als mensen komen en het bot is nog niet gebroken, maar er zitten uitzaaien in het bot en het staat op het punt om te breken, dan we dat ook behandelen. Of opereren en vastzetten met staven en schroeven en platen. En daarbij moet het dan ook weer bestraald worden. Dus je kunt er zeker wat aan doen. Maar het is vaak, of bijna altijd, palliatieve behandeling die je geeft. Heb je zelf eens een bot gebroken? Ja. Ja? Ja, ik heb ooit wel eens mijn bot gebroken. En dat was toen ik heel jong was. Nog op de middelbare school zat. Toen was ik met gym aan het meedoen. En iets wat ik niet had moeten doen, had ik wel gedaan. Ik had een lange gymbroek aangetrokken. En toen moesten wij bokjes springen. En toen bleef ik met mijn broek haken. En toen viel ik natuurlijk op mijn arm. Dus als kinderen de armen breken en de pols breken, had ik mijn onderarm gebroken. Oh jee. En je had het net over wat zijn dan breuken die dan. Je hebt open en gesloten breuken. Nou, bij mij stak het bot er eigenlijk bijna uit. Dus open breuk? En dat is toen netjes onder narcose gereponeerd en gegipst. Dus ik heb inderdaad wel eens een bot gebroken. Heb je daar nog steeds last van? Ja, ik wel. Ik heb daar ik voel het stukje zitten. Je krijgt een soort versleping van bot soms. En ik voel daar wat zitten, maar ik kan alles doen met mijn handen. Dus het geeft me geen beperking, maar als je er echt op gaat drukken, voel je het. Maar goed, ik kan ik opereer eens met handen werken. Dus ik heb het wel eens gehad. Maar ik heb ook nog wel eens andere dingen gebroken. Dus. En was het ook het moment dat je dacht van, hé, ik ga in de bot breuken? Nee. Toen ik op school zat, toen moest ik eventjes nadenken. Zowel de alpha en de beta vakken gingen goed. Ik dacht van, ik moet het combineren. En geneeskunde heb je beide nodig. Ik dacht van, ga ik dat doen. En het beviel me prima en alles viel op zijn plekje. En uiteindelijk was ik klaar en dacht van, chirurgie is toch eigenlijk het leukste gedeelte. Ja. En ik hou een beetje van klussen, knutselen. Ja, want het is ook echt, dat zie je wel eens in films, maar het is ook echt hakken geloof ik, hè? Hakken, kloppen, schroeven. Ja, wij kunnen zo onze instrumenten bij de bouwmarkt halen. Alles zagen, boren. Ja, het is gewoon zo. Ja. Ja. Stel, ik breek mijn been en ik kom bij het ziekenhuis terecht. Hoe gaat dat? Nou, als je been breekt, sowieso, dan wordt je de ambulance bij ons gebracht. Die geven dan een melding. Ik heb iemand met zus en zoon breuk. En dan wordt de patiënt bij ons op de spoedeisende hulp binnengebracht. Nou, we hebben spoedeisende hulpartsen en afdeling acute opvang. De patiënt wordt daar gezien, wordt gescreend. En je kan klinisch al een indruk krijgen wat er aan de hand is. En met de anamnese. En dan worden onderzoeken gedaan, worden foto's gemaakt.
En op de foto uiteindelijk kun je prima zien wat voor botten er gebroken zijn. Nou, stel dat je onderbeen gebroken hebt. Dan gaat het erom, de volgende vraag is hoe ga je het behandelen? Maar krijg je ook meteen eventjes een verdoving of zo, want dat ik geen pijn heb? Of wil je toch weten van, hé, daar zit de pijn of zo? Nee, de pijn, je wordt natuurlijk niet helemaal weggemaakt, maar in de ambulance al krijg je pijnstilling. Ah, oké. Je beenspalk is natuurlijk gemeen, dus er wordt al wat pijnstilling gegeven. Dus de patiënt is transportabel, wordt netjes naar de spoedeisende hulp gebracht. En daar, als het nodig is, als mensen je overzetten van de ene tafel naar de andere, dan krijg je ook extra pijnstilling. Mensen hebben het meeste hebben al een infuus, dus je kan wel zeker goede pijnstilling krijgen. Ja, maar dan zijn er twee botbreuken. Je kan een botbreuk zetten en je moet geopereerd worden. Ja, klopt. Doet u beide? Ja, tuurlijk. Ja. Nee, de traumachirurg die moet dat ook kunnen. Dat is je hele arsenaal. Je behandeling is of conservatief of operatief. En inderdaad, het verhaal van als je dan op de spoedeisende hulp bent en dan is de diagnose vastgesteld, dan is de volgende vraag, hoe ga je het behandelen? Ga je het operatief of ga je het conservatief? En je doet datgene wat het beste resultaat geeft en het beste voor de patiënt is. En of je kunt er helemaal niks aan doen. Want ik heb wel eens gehoord, als je ribben breekt, dan kun je er niks aan doen. Klopt, daar kan je wel wat aan doen. Oh. Maar in principe hoef je er niks aan te doen. Ribben die genezen vaak, maar als je echt alle ribben gebroken hebt, mm-hmm, en meerdere etages, dan betekent dat je soms een fladdertorax kan krijgen. Dan ga je paradoxaal ademhalen. Fladdertorax? Ja, en dan haal je adem, dan gaat de borstkas naar binnen. Normaal gesproken gaat hij naar buiten, okay, expandeert. Maar nu door de negatieve druk wordt hij naar binnen getrokken. Dan heb je een paradoxale ademhaling. En daar kun je wel wat aan doen? Daar kun je dan ook wat aan doen. Het zijn vaak best wel uitgebreide ingrepen. Oké. En zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van geneeskunde en botbreuken? Ja, geneeskunde sowieso. Hè. Ik bedoel, als je kijkt bijvoorbeeld wat de oncologie allemaal tegenwoordig doet, dat is echt vrij ver aan het doorontwikkelen. Waarbij wij qua operatie soms niet de grootste dingen hoeven te doen, de grootste ingrepen. En qua botbreuken ook. En een van de, vind ik altijd, de mooiste ontwikkelingen is geweest. Ja, je moet het een beetje technisch gaan uitleggen. Maar je hebt hoekstabiele fixaties. En vroeger had je dat het niet zo is. En hoekstabiel betekent dat je bijvoorbeeld een plaat hebt waar een schroef ingezet kan worden. Maar zitten dus aan de kop van de schroef zitten ook windingen, waardoor de schroef eigenlijk gewoon vastzit aan de plaat. En anders had je een plaat en een open holte en dan kon je het bot aantrekken tegen de plaat. Maar nu is het, je hebt ook wel installages gezien van mensen die een arm of benen gebroken hebben, dat moet externe fixatuur. Oh ja, dan zie je van die pinnetjes door de arm. Klopt, dat zijn dan vaak complexe breuken die als je het openmaakt valt het bijna uit elkaar en je wint er niet zoveel mee. En dan kun je beter van buiten fixeren, dan heb je al die ligamenten die trekken de boel wel een beetje wat meer op lengte. Ja. En wordt er ook al gebruikt met 3D-printers of zo, dat je daar iets kunt... Ja, dat is inderdaad nieuw, maar er worden inderdaad, maar dat doen wij niet, maar sommige klinieken die dat hebben, die kunnen dan 3D-prints maken. Bijvoorbeeld, we hadden het over de pathologische fracturen, waar bijvoorbeeld een heup of een gewricht weg is. En de prognose is nog gunstig, kun je inderdaad 3D-printen maken. Een matrix, waar het dan botcellen in kunnen groeien. Ja. Komt het altijd goed? Het grootste gedeelte is als je het hebt over fracturen, herstellen patiënten gewoon heel goed. En ook daarin afhankelijk van de leeftijd. Natuurlijk, jonge kinderen hebben echt een enorme reserve, die kunnen echt heel goed herstellen. Maar naarmate je ouder wordt, ouder bijvoorbeeld als hun heup breken, dan zijn wij vaak wel blij als ze gewoon netjes weer hun oude niveau weer halen. Dus dat is niet altijd dat alles 100% goed geneest. We hadden het vorige gesprekje even over voorkomen. Hebben kinderen dan, dat je die spaken, dat je dat kunt voorkomen. Hoe kan ik nou voorkomen dat ik een botbreuk heb qua voeding wellicht? Want je hoort dat melk is goed voor de botten. Ja, zijn dat een onzinverhaal of klopt dat? Nee, dat is geen onzinverhaal. Het is gewoon echt zijn juiste verhalen. Als je ouder wordt, na je 40ste bijvoorbeeld, treedt er botontkalking op. Je botmassa wordt minder. Per jaar ongeveer verlies je 0,5% van je botmassa. Nou, bij vrouwen na de menopauze gaat het sneller. Dat is bijna 10 keer zo snel. Vrouwen kunnen als ze ouder worden, kunnen bijna 30, 40, 50% van hun botmassa verliezen. Zo.
En dat is, heet dan osteoporose. Dus als je ouder wordt, inderdaad, dan breek je makkelijker je botten. En het heeft inderdaad ook te maken met je kalkgehalte en je vitamine D-intake per dag. Oké, en wat houdt het in praktijk in? Dus een glas melk, wat kunnen we, heb je nog meer voor tips? Ja, je moet kijken. De gemiddelde intake van calcium bijvoorbeeld is 1000 gram, 1,2 gram ongeveer, dat je per dag nodig hebt. En dat kun je bijvoorbeeld met 3-4 glazen melk per dag, kan je dat, heb je die intake. En, maar als je gewoon zuivelproducten gebruikt, yoghurt, kaas en dat soort dingen, dat is allemaal dingen van zuivelproducten. Daarmee kun je inderdaad voorkomen dat je botontkalking snel optreedt, dat kun je vertragen. Maar het heupprobleem bij de ouderen, want het gebeurt bij elke ouderen wel, dat is toch moeilijk op te lossen? Dat klopt. Ik heb wel eens broeken gezien die zichzelf dan opblazen als je valt, maar dat helpt. Nee, het enige wat je kan doen, kijk, valpreventie bijvoorbeeld, daar kun je wel wat. Daar is steeds meer aandacht voor die dingen. En daar zijn allerlei maatregelen voor. Je moet eerst gaan inventariseren. Hè. Valpreventie is heel belangrijk. En dan begint het dan vaak bijvoorbeeld omgeving bijvoorbeeld. Je woonsituatie, losse tegels, losse vloerbedekking hebt. Dat soort dingen kun je doen. Mensen met een slechte fysis, daar kun je wat aan doen. Als je mensen hebt die bepaalde aandoeningen hebben waarbij ze wat duizelig zijn. En medicatie bijvoorbeeld, die kunnen ook bepaalde duizeligheid of vieze stoornissen geven. Daar kun je wat aan doen. Dat zijn preventieve maatregelen. Het valt me wel dat op. Een moment dat oudere mensen een nieuwe heup krijgen. Ik heb een nieuwe heup. Dat ze gewoon binnen een paar dagen, wat een paar weken, gewoon weer lekker hobbelen. Steeds sneller. Ja, is dat vanwege het geld? Of? Nee, dat is het niet. Nee, als je een prothese inbrengt, inderdaad, dan klopt het, dan kunnen mensen eigenlijk meteen mobiliseren. Die hoeven niet te wachten op de genezen. Ja, als je alleen maar wond genezen en pees en ligamenten. Maar dat bot is meteen belastbaar. En de pijn is heel draaglijk vaak. Als je heup breekt, als je op ouder leven heb je vaker dat ze wat versleten heupen hebben, dan zijn ze wat minder mobiel. Maar ja, als je een prothese inbrengt, dat is gewoon een niet-lichaams-eigen iets, daar zitten geen zenuwen in. Dat voel je natuurlijk niet als je daarop belast. Het is een soort kogellager. Ja, klik en klaar, hè? Zeg ik dan maar. Klik en klaar. Heb jij nog iets van, want we moeten het afsluiten. We kunnen hier wel dagen over praten. Maar nee, ik heb jij nog wel iets? We hebben preventie gehad. Ik nog één laatste vraag. Als je nou een botbreuk hebt en er zitten schroeven en platen en dat soort dingen in, gaat het alarm af bij de douane? Nee. Dat gaat niet af. Of tenzij ze het zo laag afgesteld hebben, dan gaat natuurlijk alles af. Maar in principe gaat het niet af. Oké, hartstikke goed. Nee. Fijn dat u er was, dankjewel. Ja.